Hallo, wat leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video van Adrijkskundig. Heb je nou al veel geleerd van deze video's? Abonneer dan staan hieronder. Vandaag gaan we het hebben over paragraaf 5.3 Booming India voor 3 VWO van Methode de GEO. Nu zie je de leerdoelen voor je. Wil je deze even rustig doornemen, zet dan de video op pauze. Dan ga ik ondertussen verder. India is economisch gezien een land in transitie. Het was een land wat eerst een ontwikkelingsland was en is nu een land dat zich aan het opwerken om een rijk land te worden, om een centrumland te worden. Het was dus eerst periferie, nu is het semi-periferie en het wil een centrumland worden. Centrumlanden zijn de landen als Nederland, Duitsland en Frankrijk. Waarom India nog geen centrumland is, heeft te maken met dat er een duale economie heerst. Duale economie betekent dat in de ene helft van de economie. Goed ontwikkeld is, modern. En de andere kant van de economie nog niet. Die is traditioneel en achtergebleven. Dat zien we ook goed in dit kaartje. Hier zien we de groei van het BRP, Bruto Regionaal Product. Hier zien we dat sommige delen van India sterk aan het ontwikkelen zijn, zodat ze donkerpaars gekleurd zijn. Andere delen, die dus lichtpaars uh, gekleurd zijn, dan groeit het Bruto Regionaal Product niet zo hard. Dat heeft voornamelijk te maken met de. Activiteiten die de bewoners daar doen. We hebben hier namelijk voornamelijk zelfvoorzienende boeren. Wat zelfvoorzienende boeren zijn, dat zien we hier. Dat zijn boeren die alleen verbouwen voor zichzelf. Dus het voedsel dat zij verbouwen op hun akkers, eet ze ook weer zelf op. Mochten ze een keer wat over hebben, dan zullen ze daar bijvoorbeeld nieuwe kleding verkopen. Maar de, het eerste doel van het verbouwen van dat voedsel eh, is, een, is voor zichzelf. Dit was na de dekolonisatie in 1947 al meteen zo. En grote delen van India zijn dus nog steeds op deze manier eh, ja, aan hun eten aan het komen. Een ander nadeel waarom India zo'n ontwikkelingsland eerst was, kwam wat, kwam wat er nauwelijks handel was met andere landen. Eh, India heeft een tijd lang een beetje een tunnelvisie op het Verenigd Koninkrijk gehad, toen dat nog het moederland was. Na de decolonisatie moesten ze alles zelf gaan doen. En hierbij kwamen ze erachter, hey, we hebben we eigenlijk heel weinig contact gehad met onze buurlanden. Dus India had weinig handel en de grootste gedeelte van de bevolking was nog arm en alleen voor zichzelf aan het verbouwen. Dus daarom een ontwikkelingsland. Na 1990 kunnen we wel echt zeggen dat het totaal anders is in India. India is ten eerste begonnen met de speciaal economische zones. Dat zijn gebieden die India heeft aangewezen waar voordelen zijn voor bepaalde bedrijven. Denk hierbij aan belastingvoordelen bijvoorbeeld. Stel, jij bent een kleding, uh, jij wil een kledingfabriek bouwen. En je gaat kijken waar staat het voordeligst. Als je dan in India in een gebied mag bouwen waarbij je geen invoerbelasting hoeft te betalen, dus geen belasting over de katoen die je nodig hebt, en in Bangladesh moet je dat wel betalen, dan gaat zo'n fabriek natuurlijk snel naar India toe. Dus op die manier zorgden ze dat belastingvoordelen dat ze aantrekkelijker werden. Een andere manier van, om zichzelf aantrekkelijker te maken was het aanleggen van een goede infrastructuur. Zorgen voor een betrouwbaar elektriciteitsnetwerk. Moderne havens waarmee de handel goed ging. Op die manier probeerde India die fabrieken naar hen toe te halen. En dat overzichtelijke kaartje zien we hier. India heeft als het ware deze speciale economische zones opgedeeld in clusters. En die clusters zijn dus over het hele land grotendeels verspreid. Een ander voorbeeld waardoor het een stuk beter ging was outsourcing van werk. Werk dat door andere bedrijven in het buitenland goedkoper kunnen. Dus zij nemen wel het werk aan, maar laten het dan maken of uitvoeren door een ander land omdat het daar goedkoper kan. En op die manier verdienen zij dus een klein beetje eraan omdat ze dus eigenlijk zeggen, hey, wij maken jouw product voor een 10 euro bijvoorbeeld. En daarna gaan ze naar het buurland en zeggen ze, hey, als jullie het nou voor 8 euro maken, dan is het goed toch? En op die manier verdienen ze 2 euro met niks doen. Dit noemen we ook al doorschuiven van werk. Basisboek 228 is erg belangrijk en we noemen hem daarom ook apart. Vroeger hadden we een scherpe tweedeling in de wereld. We hadden het rijke noorden met Noord-Amerika, Europa, Japan... En Australië en Nieuw-Zeeland, het ligt niet in het noorden, maar toch hoort het erbij. En het arme zuidelijke halfrond, ontwikkelingslanden, de derde wereld. Dit zijn dan Zuid-Amerika, Afrika. En toch ook Azië hoorde er grotendeels bij. Ook al ligt het dan weer in het noorden. Tegenwoordig is het nog wel wat anders. Het noordelijke halfrond is nog steeds wel rijker. Maar die welvaart in dat traditionele zuidelijke halfrond is sterk toegenomen. Zuid-Amerika is echt een stuk rijker geworden. Maar ook eh, Azië. Dit heeft te maken met de opkomende landen die sterk aan het groeien zijn. Ze hebben de BRIC-landen. Brazilië, Rusland, India, China, Zuid-Afrika. Het komt vanuit Engels af, samen South Africa, de S. Zijn de eerste landen die sterke economische groei doormaakten. Andere landen die daarna kwamen, bijvoorbeeld de MINT-landen. Dat zijn bijvoorbeeld Mexico, Indonesië, Nigeria, Turkije en de N11-landen. Dit was weer een volgende groep landen die sterk aan het ontwikkelen waren. Je merkt al, dit zijn allemaal landen. Uit Zuid-Amerika, enkel uit Afrika en uit Azië. We krijgen namelijk dat de, juist deze groep landen zo sterk gaan groeien. En dat zien we ook goed in dit kaartje. We zien hier dat de groene gebieden de traditionele rijke ontwikkelde landen zijn. We zien Noord-Amerika ingekleurd, eh, Europa, eh, Japan, Australië, Nieuw-Zeeland, die zijn allemaal ingekleurd. Als we dan kijken naar alle kleuren behalve roze. Zien we dat die voornamelijk ingevuld zijn in Zuid-Amerika. Waarin je eh, de, allemaal de overige opkomende landen hebt en Brazilië. Azië is goed gekleurd. Daarin zien we ook een hoop aantal opkomende landen. Natuurlijk Rusland, India, Brazi eh, India China. Dat zijn opkomende economieën. Behalve Afrika. Afrika is nog steeds wel echt een groep achterblijvers. Daar kunnen de bewoners nog niet voorzien in de baasbehoeften. En leven dus ook een hoop mensen nog in de armoedegrens. Dus we krijgen eigenlijk een beetje een nieuw wereldbeeld. Waarbij de groene landen de centrumlanden zijn. De gekleurde landen behalve roze de semi-periferie. En dan nog de roze landen in Afrika de periferielanden zijn. Nog de arme landen in de wereld. Nou, hoe heeft India dan nog meer kunnen profiteren van die ECU speciaal economische zone? Dat heeft te maken met globalisering. Globalisering is als je in het boek kijkt letterlijk het doorgaande proces van internationale uitwisseling van mensen, goederen, geld en informatie, kennis en cultuur. Wat er eigenlijk betekent is dat we een wereldwijde uitwisseling hebben momenteel van mensen, goederen, geld en informatie. De wereld is heel met elkaar verbonden geraakt. We weten nu constant over wat op de wereld gebeurt en we nemen ook allerlei dingen over van de hele wereld. Hoe kan dit dan? Dat heeft te maken met twee redenen. De communicatietechnologie is sterk verbeterd. Twee, drie, vierhonderd jaar geleden. Stel voor je had een oom in India. en die wilde jij een bericht sturen. dan schreef jij een brief. Dan moest je naar de haven toe. Als je een mazzel had, dan woonde je al in de havenstad. En dan zocht je dan een schipper. die binnenkort naar India zou gaan. Die gaf je dan die brief. en dan ging die brief met die schipper mee. over de zee naar India toe. Dit ging natuurlijk. Die die tocht duurde maanden en dan moest die schipper dan bij die kust, als hij daar in India aankwam, ervoor zorgen dat die brief bij de juiste plek in India kwam en gaan zo maar door. Toen op een gegeven moment de stoomboot kwam, duurde die eh, boottocht al een stuk korter. Dus duurde het in plaats van vier, vijf maanden nog 2, 3 maanden. Tot op een gegeven moment het vliegtuig kwam. Toen kon de brief al best wel snel met een paar dagen aan de andere kant van de wereld zijn. En nu is er internet. We gebruiken het allemaal, anders kan je deze video ook niet zien. En internet zorgt ervoor dat wij binnen een seconde een berichtje kunnen sturen naar de andere kant van de wereld. We hebben dus geen afstand meer, geen relatieve afstand meer tussen de werelddelen. Op die manier kunnen we natuurlijk die wereld steeds meer met elkaar verbinden. Ook de transportmogelijkheden zijn steeds beter geworden. Ik noemde het net al van zeilschip naar stoomschip, maar wat dacht je van de uitvinding van de zeecontainer. Een standaard formaat bak waarin we allerlei producten kunnen stoppen die we dan over de hele wereld kunnen verplaatsen. Jouw kleding heeft al meer van de wereld gezien dan de gemiddelde klasgenoot waarschijnlijk. Omdat die over de hele wereld in elkaar gezet wordt en dan uiteindelijk bij ons hier in de kledingwinkels komt te hangen. In India zorgt dit voor een sterke groeiende dienstensector. We hebben drie sectoren. De primaire sector, dan werk je in de landbouw. De secundaire sector, daar werk je in de industrie, in de fabrieken. En de dienstensector. In de dienstensector verleen jij een dienst aan een ander. Dit kan zijn een kapper, een cachère, een docent die jou les geeft, die verlenen jou diensten. Maar ook een marketingbureau, die maakt namelijk reclame voor een ander bedrijf. Dus die verlenen een dienst. We hebben ook nog het, bijvoorbeeld ICT-bedrijven waarin diensten worden verleend. En daar komen we bij. Want. Hoezo groeide dan vooral die IT-sector in India zo goed? India heeft een aantal voordelen. Ten eerste is het een lage lonen land met veel, op goed, uh, veel goed opgeleide mensen die Engels spreken. Het gemiddelde inkomen ligt eraan nog steeds een stuk lager. We hebben dat, doordat ze een oude kolonie zijn van Engeland, dat ze dat allemaal op zijn minst Engels spreken. En scholing vinden ze belangrijk in India. Daardoor zijn ze goed opgeleid. Dus ideaal voor een ICT-bedrijf dit. Ten tweede zijn die ingenieurstudies erg populair en hebben een hoge status. Die mensen die proberen te ontsnappen aan hun kast, paragraaf 2, dat kastenstelsel, en die gaan studeren, willen natuurlijk een populaire studie waarmee je veel aanzien krijgt. Een van die studies daarbij is een ingenieurstudie, en zeker in het gebied van ICT. Een derde is het tijdsverschil, ze werken namelijk met ons als Europeanen overdag. Dat zorgt er dus voor dat als jij vanuit Europa belt voor het callcenter met Microsoft of Apple, dan bel jij via een lijn richting India. Daar zitten dan mensen klaar om jouw vraag te beantwoorden. Want overdag heb jij problemen met jouw internet of met jouw apparaat waarvoor je belt. En zij kunnen jou dan helpen omdat ze Engels spreken. Ze werken ook s'nachts voor de eh, Verenigde Staten. Al die servers waarmee er wordt voor gezorgd dat internet werkt is, dat alles in de cloud opgeslagen wordt en ga zo verder, eh, die moeten onderhouden worden. Dat onderhoud kan alleen s'nachts, want op het moment dat je hem onder gaat onderhouden kan je niet bij je bestanden. Nou, laten dan precies de VS s'nachts, eh, het nacht en dag precies verschillen met de VS. Op die manier kunnen zij dus die onderhoud aan die service plegen voor de VS en kunnen ze in de callcenters werken voor Europa. Wat je dus eigenlijk hebt gekregen is in Bengaluru, dat ligt een beetje in het zuiden, in het midden, een soort Silicon Valley. Silicon Valley is een gebied in Amerika waar de hoofdkantoren van Microsoft, Apple, eh, Google, die staan er allemaal. En door deze speciale economische zones, en dat het zo interessant is dat je, om met de IT-sector in India te gaan zitten, heb je eigenlijk een soort Indiaanse Silicon Valley gekregen. Nou, Het lijkt nu eigenlijk of India best wel rijk is, maar is dat ook zo? Nou, je hebt India is zeker rijker geworden en heeft een hele grote middenklasse. Echter, als we deze gaan vergelijken met het inkomen en de koopkracht van de Europese bevolking... ...zijn ze nog verder van rijk. De Indiërs leven namelijk nog steeds zo'n 250 miljoen mensen onder de armoedegrens. Dat betekent dat je per dag, per persoon, minder dan 1,75 dollar hebt. Daar moet je alles van doen. Naar school, eten, drinken, wonen... Eh, Elektriciteit, er is stromend water als je dat hebt. En zoals je dus ook op het plaatje ziet, wonen er nog steeds een hoop mensen in de slums, de krottenwijken in India. Een ander ontwikkelingskenmerk is dat in totaal 500 miljoen Indiërs in armoede leven. Er verdienen dus 250 miljoen mensen wel meer dan de armoedegrens, maar leven over het algemeen nog steeds in armoede. Dat is, bijna, of is meer dan een derde van de bevolking. Dus meer dan een derde van de bevolking leeft in armoede. In landen als Nederland, eh, Duitsland, Verenigd Koninkrijk is dat veel lager het percentage. Dus als je een hoog percentage van je bevolking in armoede leeft, is dat een ontwikkelingskenmerk. En in dit geval is het een kenmerk van dat India nog niet echt rijk is. Nou, als laatste hebben we nog die Indiaanse migranten. Want we hebben zo'n 20 miljoen geregistreerde Indiërs die gemigreerd zijn. Dat is hartstikke weinig. 20 miljoen tegenover een bevolking van 1,38 miljard, dat is niet zoveel. Deze zijn dan vaak op zoek naar de best betaalde banen en betere leefomstandigheden in het buitenland. Deze hoogopgeleide Indiërs gaan dan ook vaak naar de VS of het Verenigd Koninkrijk, vanwege de taal natuurlijk. Omdat het juist de hoogopgeleide Indiërs zijn, noemen we dat brain drain. Ze gaan weg. De laagopgebreide arbeidsmigranten uit in India zijn er ook een hoop. Alleen deze worden vaak niet geregistreerd. Deze gaan vaak naar de Persische Golf. Denk aan Abu Dhabi, Dubai, Saoedi-Arabië, Oman. Om al die mooie grote gebouwen daar te bouwen. Die bevolkingen van die landen in die Persische Golf zijn namelijk niet zo groot. En zeker de laag opgeleide, of lager opgeleide bouwvakkers hier. Die zijn er gewoon weinig aanwezig. Dus deze landen halen massaal mensen. Uit, uit India om te werken in de Persische golf. Hier verdient India superveel mee. Zo sturen ze bijna 79 miljard euro of dollar terug aan hun familie aan in India. Dat terugsturen van dat geld noemen wij remittances. En hier is, zoals je ziet in de bron, India krijgt verder het meeste geld teruggestuurd. Hiermee kunnen dan in India weer meer kinderen naar school en kunnen de familie die achterblijft betere huizen bouwen. Ondertussen gaan er ook weer mensen terug naar India. Dus die hoogopgeleide Indiërs die weggingen, keren door de welvaartsgroei weer terug naar India. Omdat daar nu ook goed betaalde banen zijn. Omdat dan, dus juist, de hoogopgeleide weer teruggaan, spreken we van brain gain in plaats van brain drain. Let goed op: het is een klein verschil, maar echt een wereld van, uh, in letters, maar een groot verschil in de betekenis. Wat leuk dat je weer hebt gekeken naar een video van aandrijkskundig. Ik hoop dat je er veel van hebt geleerd en ik zie je graag snel weer.